Het is soms wel vervelend om een partij één zetel te hebben. Maar het unieke van één zetel hebben is dat je op één dag twee keer het woord mag voeren bij de algemene politieke beschouwingen. Dus dat is nu en straks zien we elkaar weer en mogen we hier weer staan. En die eer is voorbehouden aan mevrouw Den Haan en ik en aan de rest die volgt natuurlijk. Voorzitter en beste burgers in het land. Sabine uit Lutjebroek. Ik leef van 100 euro in de week. Dat lijkt voor een buitenstaander genoeg. Maar vorig jaar leefde ik van 80 euro in de week. Maar toen kon ik met mijn 80 euro mijn rekeningen beter betalen dan nu met 100 euro. En ik kon nog wat voor de kinderen doen. Sabine heeft in één zin de stand van een groot deel van de Nederlanders verwoord. Sabine was een van de Noord-Hollandse vrouwen die gisteren buiten stonden en aan de Kamerleden hun verhaal vertelden. Zoals ook de mevrouw uit Zaandam, die bij de voedselbank vrijwilliger is en vertelde dat zelfs mensen die eigenlijk geen recht hebben op hulp via de voedselbank, nu ook om voedsel komen vragen omdat ze geen eten meer kunnen kopen. En de mevrouw die in tranen vertelde dat ze probeerde haar dochter zo goed en kwaad als het gaat te helpen. Maar dat dat haar nu ook niet meer lukt. Dat ze het gevoel had te falen. Te falen. Maar het is niet zij die faalt. Het is, zoals collega Marijnissen haar gisteren terecht een hart onder de riem stak door te zeggen, u faalt niet, zij falen, wijzend naar achteren. Doelend op het kabinet die al lang weinig oog heeft voor wat er echt aan de hand is in de samenleving. Een kabinet met coalitieleden die hier beginnen met de oorlog in Oekraïne in plaats met een woord te richten aan hun eigen burgers. Want toen ik eerder op de dag mevrouw Hermans interrompeerde omdat zij Oekraïne noemde, was dat niet om de gebeurtenissen en het leed van de Oekraïnse burgers te bagatelliseren. Want wat daar met de bevolking gebeurt, is verschrikkelijk. En BBB heeft de Oekraïne-maatregelen ook altijd gesteund. Maar toch achter mij allemaal verontwaardige reacties en aannames. Maar luisteren is een kunst. Want waar het om ging, is dat mevrouw Hermans in mijn ogen het falen van het kabinet probeerde te verhullen door in ieder geval de suggestie te wekken dat pas na de inval van Rusland in Oekraïne de nood voor mensen in Nederland echt erg werd. En dat toen maatregelen in het vizier kwamen. En dat is gewoon niet waar. Vorig jaar al wees de oppositie op de stijgende energie en de voedselprijzen. Maanden voor de inval van Oekraïne. Frankrijk stelde toen al een maximale prijs voor energie in. Al veel vaker is het hier in vele debatten gegaan over de armoede in Nederland. En dat was mijn punt. Als de coalitiepartijen nou gewoon eens zouden kunnen zeggen, beste burgers in Nederland, we hebben de grote, snelstijgende nood in Nederland niet goed genoeg op het netvlies gehad. We hadden dit beter moeten zien aankomen en bij het kabinet beter moeten aandringen op het nemen van maatregelen. Dat spijt ons. Pas toen de gevolgen van de inval in Oekraïne duidelijk werden, hebben wij meer urgentie gezien. En ook toen hadden we wellicht sneller moeten handelen. En misschien hadden we ook constructiever met de oppositie moeten optrekken, die inderdaad al veel langer heeft gewaarschuwd. We mochten bijvoorbeeld van Brussel de vissers helpen, maar deden dat niet. En hoewel het laat is, hebben wij de laatste weken wel aangedrongen op steun. En daar is nu dit pakket uit voortgekomen. Wij leren hiervan en wij zullen deze les ook meenemen in de toekomst. En als je dat doet, dan kom je, denk ik, al een heel eind. En dan werk je ook een beetje aan het terugbrengen van vertrouwen in de politiek. Zelfreflectie. Voorzitter, het vertrouwen is zo laag, een 3,3, blijkt uit het jaarlijkse Prinsjesdagonderzoek van 1 vandaag, dat niet alleen de achterbannen van oppositiepartijen nieuwe verkiezingen willen, maar ook een groot deel van de achterbannen van de coalitiepartijen, bij CDA en ChristenUnie, zelfs respectievelijk 62% en 55% die nieuwe verkiezingen willen. En in 2009 vond Mark Rutte, nu onze minister-president, vond Mark Rutte een afwijzing op het regeringsbeleid van 55 Kamerleden al een reden voor het kabinet Balkenende om direct op te stappen. Ze kunnen daar ook wat mee doen, zei hij toen tegen Sven Kokkeman. Hoe beoordeelt de minister-president de behoefte aan nieuwe verkiezingen in het land nu? En wat gaat het kabinet doen aan het herstellen van het vertrouwen? Voorzitter, niks wordt opgelost, niks kan, niks mag. En alle crises die er zijn, worden alleen maar erger. En er komen steeds crises bij.
Mensen voelen zich nog steeds massaal niet gezien en gehoord. Mensen voelen zich nog steeds niet serieus genomen. Mensen hebben nog steeds het gevoel dat de bovenlaag van de bevolking op ze neerkijkt. Onderbuikgevoelens, verjaardagspraat. Zo worden hier door sommigen de serieuze zorgen van Nederlanders gezien. Als je wel luistert naar mensen en wel met mensen in gesprek gaat, dan word je een populist genoemd of populientje. Nou, ik ben liever populientje dan een samenlevingsontkenner. En verjaardagspraat, op verjaardagen bespreken mensen juist alle zaken die spelen in hun leven, in hun gezin, in hun buurt, in hun dorp, in hun stad. En burgers miskennen daarin, dat is het dédain waar de mensen de buik van vol hebben. Voorzitter, Prinsjesdag gaat over geld, over de begroting. Maar het moet eigenlijk gaan om u, de burgers, zeg ik via de voorzitter. Het kabinet wil u, de burger, een steuntje in de rug geven, maar kan volgens haar de gevolgen van de inflatie niet helemaal wegnemen. Voorzitter, het gaat hier niet om kunnen, maar het gaat om willen. Kan niet, gaan we niet doen, mag niet. Dat zijn de meest gehoorde zinnen in deze Kamer en van de minister-president de afgelopen maanden. Niks kon, niks mocht. En uiteindelijk blijkt het toch een en ander te kunnen. Nu wordt er een pakket van bijna 18 miljard gepresenteerd. Hartstikke mooi. Maar in de kan-niet-periode zijn al vele mensen al in de ellende gestort. Koken ze daardoor nu op vaccinelichtjes? Douchen ze met hun kinderen bij het zwembad? Eten ze een banaan en een kopje kuppensoep per dag? Hebben ze zich van het gas laten afsluiten? Stoppen ze vaccinelichtjes in terracotta potten die dan als een verwarming dienen? En valt een 11-jarig kind flauw van de honger? Voorzitter, als er iets niet kan, dan kan dit niet. En als er iets niet mag, dan mag dit niet. En oké, stel dat ministeries voorstellen niet kunnen uitvoeren. Geef dan de gemeente de middelen om het uit te voeren. Die kunnen dat wel en laten dat al jaren zien. Daar zitten gelukkig mensen die vanuit maatwerk burgers ondersteunen. Wethouders die het aandurven om weeffouten in wetten die niet goed zijn voor het welzijn van hun burgers aan de kant te schuiven. Zoals de kostendelersnorm en regels in de participatiewet. Zoals de gemeente Harderwijk bijvoorbeeld. Waar mensen in de bijstand die omdat zij geen eten meer in huis hebben, een keer wat boodschappen krijgen van een familielid, niet beboet worden. Maar waar mensen in de bijstand jaarlijks tot 1200 euro aan hulp mogen ontvangen. Omdat ze in Harderwijk weten dat het totaal onmenselijk is om mensen in de kou te laten staan. Het kan wel en het mag wel van Brussel, zo is ook in de Telegraaf vanavond te lezen. Mag niet van Brussel is gewoon als smoes gebruikt. Een prijsplafond mocht wel al eerder. Europese regels bieden die ruimte al jaren in tijden van crisis. Brussel zou dit in maart zelfs expliciet hebben gezegd. Den Haag is gewoon niet goed genoeg op de hoogte. En het verschuilen achter Brussel is een manier om het trage optreden te verbloemen. Het is aan de lidstaten om te beoordelen of gereguleerde prijzen een geschikte maatregel zijn voor nationale omstandigheden. Den Haag had er dus al veel eerder kunnen aankloppen, maar kwam pas vorige week. Voorzitter, dan het prijsplafond. Een systeem dat zeker mensen zal gaan helpen, maar veel ook niet. Bijvoorbeeld Joost en zijn vrouw met een spieraandoening die mij deze week mailde. Zij zijn allebei rolstoelafhankelijk en hebben allebei 24 uur zorg nodig. Beide hebben een waarjonguitkering. Het verbruik van hun gezin met twee kinderen is al jaren rond de 8500 kilowatt, elektra en 2000 kuub gas. Daar kunnen zij niet op bezuinigen. Dat komt door de rolstoeloplades, de elektrische tillift, elektrische bedden, beademingsapparatuur, besturingssystemen enzovoort. Hun ziekte vraagt om warmte in huis en vanwege hun spieraandoening moeten zij elke dag lang en heet douchen om spieren te ontspannen. Hierdoor betaalden zij voor de crisis al bijna 300 euro per maand en nu zouden ze op ruim 1100 euro komen. En met een prijsplafond komen ze nog altijd ruim boven de 900 euro, wat ze gewoon niet kunnen betalen. Voorzitter, voor veel mensen zijn stroom en gas geen luxe, voor hen is het bittere noodzaak. Denk ook aan de mensen thuis bijvoorbeeld die thuis een nierdialyse doen. Of mensen met een zuurstofconcentrator. Wat gaan we doen voor deze mensen? Kunnen wij er echt hiermee leven dat wij mensen die toch al zeer kwetsbaar zijn, zo laten zitten? En wat doen we voor de middeninkomens en minima die in huurhuizen wonen met een energielabel D en lager? Vaak slecht geïsoleerde huurwoningen waar woningcorporaties maar liefst 8 jaar de tijd krijgen om goed te isoleren. En daarnaast zijn er in Nederland ook nog duizenden huishoudens die afhankelijk zijn van stookolie, propaangas, stads- of blokverwarming. Gaat het kabinet deze mensen ook meenemen in hun regelingen?
En dan de mensen die op aanraden van de overheid, soms zelfs gedwongen, gasvrij zijn. Die gebruiken geen gas, maar wel extra stroom. Hoe gaat het kabinet dit oplossen? Of is hier niet aan gedacht? Voorzitter, mensen moeten verder besparen op energie. Maar om in aanmerking te komen voor isolatiesubsidies, moet dat worden uitgevoerd door een bedrijf. Bedrijven die het werk nu al niet aankunnen. Op welke termijn kan de minister een noodregeling treffen, zodat mensen al snel, liefst dit jaar nog, een voucher krijgen om zelf maatregelen te treffen volgens de vorig jaar aangenomen motie van de Plas. Bijvoorbeeld om tochtstrippen te kopen, deurdrangers en folie om je ramen te isoleren. En niet via allerlei ingewikkelde subsidieaanvragen, maar gewoon met een waardebon. Voorzitter, de MKB'ers. De minimumlonen gaan met 10% omhoog en dat is goed nieuws. Echter, dat betaalt de overheid niet, dat betalen de ondernemers. En ter compensatie van de stijging van het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen stijgt de vennootschapsbelasting voor bedrijven in de eerste treden van 15 naar 19%. Ook de zelfstandige aftrek wordt verder verlaagd. Dit treft 1,1 miljoen ZZP'ers. De ondernemers en met name het MKB betalen dus de prijs voor de gevolgen van de inflatie. De hoge inflatiecijfers zorgen voor ongekende huurstijgingen bij winkeliers. Vastgoedbedrijven rekenen zonder medeleven gewoon 12% meer huur per 1 januari 2023. En dat is natuurlijk niet door te berekenen in de prijzen. En hoe wordt er door adviseurs van de ministeries überhaupt gedacht? Die schrijven met droge ogen op dat MKB-bedrijven geen steun hoeven, omdat een faillissement geen maatschappijontwrichtende gevolgen heeft. En dat het de krapte op de arbeidsmarkt kan tegengaan. Lekker handig, hè? Dat bedrijven failliet gaan, hebben we ook geen last meer van de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe verzin je zoiets? Laat het hele MKB een keer een dagje staken. Nederland komt tot stilstand, kan ik u voorspellen. MKB-bedrijven zorgen voor 70% van de werkgelegenheid in Nederland. En staat dat wel genoeg op het netvlies bij dit kabinet? Voorzitter, tot slot. Laten we alsjeblieft minder kijken naar spreadsheets en meer kijken wat mensen en bedrijven echt nodig hebben. Spreadsheets zijn mooi, maar spreadsheets zijn geen mensen.